Ja, Giovanni, als dit het verhaal is, hè, een tackle op de training van Steven Berghuis en hem dan niet in de basis zetten, vind je dan zelf ook wat hij vindt van dat is wel zwaar gestraft dan? Nee, anders had ik hem niet gestraft. Het gaat uiteindelijk om wat ik vind en wat ik vind wat goed is voor de ploeg. Dat je ook een lijn moet trekken. En bij Steven ja, is dat niet alleen natuurlijk afgelopen vrijdag geweest, ook in het verleden. En uiteindelijk moet je daar een keuze in maken. En dat moet, die moet Steven accepteren. En dat heeft hij ook gedaan. Uiteindelijk aan de andere kant, hè, als je dan inderdaad voor die lijn kiest, hij valt dan wel weer in ook in die wedstrijd. Hoe zie je de consistentie daarin? Nou ja, ik heb hem natuurlijk niet laten starten. En uiteindelijk gaat het ook om Feyenoord, om het team. En uiteindelijk om de punten. En ik weet wat Steven het elftal kan brengen. En dat heeft hij ook met zijn invalbeurt laten zien. Dus in dat opzicht is het altijd een balans die je moet vinden als coach. Ja, dan verlies je uiteindelijk ook die wedstrijd. Dan is het daardoor een nog harder gelag. Nee, je doet er natuurlijk niet alles aan om het tijd te keren bij Feyenoord. Er is uiteindelijk het resultaat waar men dan over praat. En de dingen die je doet. Of keuzes die je maakt, ook in de tactiek. Ik vond dat we zondag heel behoorlijk speelden. Ook verdiende had om de wedstrijd en de score te openen. Een aantal momenten dat we eigenlijk te makkelijk weer de goals cadeau gegeven hebben. Maar ja, dat team heeft alles gedaan om de wedstrijd te winnen in de laatste 20 minuten. Zijn we vol voor de winst gegaan. En in dat opzicht kan ik het team niks verwijten. Alleen ja, als je uiteindelijk verliest, daar gaat het om. Ja, en toch, hè, je doet inderdaad die ingrepen en die resultaten die blijven nu uit. Ook nog eens in je laatste fase hier. Hoe voelt dat? Ik kan het nu invullen. Verliezen voelt nooit goed. Dat blijft, of dat nou mijn eerste wedstrijd was. Voor Feyenoord, Utrecht thuis, 10 man en nog winnen. Of het is de wedstrijd van afgelopen zondag. Je coach ben je om wedstrijden te winnen. En als je dat dan uiteindelijk niet doet, dan ben je als coach niet tevreden. Maar voor zover ik me erin kan verplaatsen, kan me voorstellen, als je dan van alles probeert, dat het ook een machteloos gevoel op een gegeven moment geeft. Nou, niet machteloos is niet het goede woord. Omdat je altijd invloed kan hebben. En met name ook afgelopen zondag ja, valt het dan niet goed voor ons. En ik denk dat de laatste minuut daarin denk alles weergeeft. Grote kans voor Tony die er niet invalt, waardoor je de wedstrijd wint. Of de kans groot is dat je hem wint. Uiteindelijk hou je niet de 2-2, maar krijg je hem de laatste kans van de wedstrijd de goal tegen. Dus dat is, denk ik, ook het verschil wat je in die laatste minuut ziet, ja, is het soms ook in het voetbal. Waar haal jij momenteel je voldoening nog uit? Mijn voldoening aan het bezig zijn, aan het proces bezig zijn om wedstrijden te winnen en te trainen en het team voor te bereiden. En uiteindelijk is dat ook een taak van je als coach. Een taak om om in deze situatie het te veranderen. En uiteindelijk derde te eindigen. En dat hebben we nog in eigen hand. En dat moeten we om zien te zetten met een overwinning morgen. Over Heerenveen thuis dan. Veel lege plekken in het stadion weten we natuurlijk. Ja, balen natuurlijk. Lijkt me. Dat is niet wat je wil. Ik bedoel, we weten hoe belangrijk de Kuip voor ons is. En in dat opzicht helpt het dan niet dat er minder plekken zijn. Of minder mensen in het stadion, maar ook dan kan het stadion ons ondersteunen. En dat hebben we morgen nodig, zeker in deze periode waarin we zitten. En allemaal het beste voor hebben met de club. Dus de steun van de mensen die er wel zijn, die zullen we ook voelen, denk ik. Ja, en gek genoeg, Heerenveen thuis, volgens mij nog nooit een overwinning opgeleverd. Nou, mooie dag om het wel te doen. Zit daar nog iets achter dat die tegenstander jullie dus kennelijk niet ligt? Of waarom is dat dan de laatste jaren zo'n lastige pot geweest? Nou ja, resultaten in het verleden zeggen niks over de wedstrijd. Dus in dat opzicht hadden we ook heel lang niet in Utrecht verloren.